Hallo allemaal, welkom, Strong Fit. Imon straks, 15 minuten. Eerste minuut, 45 seconden sandbag hold. Tweede minuut, 12 burpees over de sandbag. Derde minuut, 15 sandbag squats. Komen we straks even op terug. Warming up voor jullie. 5 minuten sandbag carry, elke 10 meter. Dan heb je 2 sandbag squats. Je mag die van mij ook inruilen voor elke 10 seconden. 2 sandbag squats, 10 seconden vasthouden. 2 squatten, 10 seconden vasthouden. Een hele lekkere, dappere warming-up. Ik heb het over zandzakken, over sandbag. Heb je die niet? Misschien zie je ze al wel liggen hier. Ik heb er eentje liggen. Maar je zou dus ook een zak met echt letterlijk met zand, met potgrond. Of met, ik heb in dit geval een zak met grind hier liggen, 25 kilo. Werkt ook prima. Na die warming-up, dus van 5 minuten, krijg je een soort van prep. Maak je 12 burpees zonder zandzak. En een burpee, toch nog maar even laten zien, mochten jullie hem nog niet kennen. Helemaal plat, uitspringen, even alles strekken, opspringen. Dat is een burpee, duurt 12 van. Daarna maak je 12 sandbag squats, dus met de zandzak. Dan weer 6 gewone burpees en 6 sandbag squats. Kom ik heel even terecht bij het oppakken van een zandzak en het squatten daarmee, werken daarmee. Bewust even vanaf deze kant, want je wilt de zandzak niet vanuit een squat oppakken, maar vanuit een deadlift. Mijn knieën zijn boven mijn voeten, niet er voorbij, heupen naar achteren. Mijn handen eronder, die op mijn bovenbenen, hieruit. Arm eromheen, andere opgevolgd op je arm, klem hem tegen je aan, ellebogen in je zij. En van hieruit zou je de hold kunnen doen. Dus om dan even door te gaan, door te vliegen naar die imon van 15 minuten. 45 seconden sandbag, hold. Na 45 seconden leg ik hem terug, 15 seconden rust. Dan krijg ik 12 burpees in die tweede minuut over die zandzak. En dan is een burpee als volgt. Lateraal eroverheen bij voorkeur. Liggen. Lateraal springen. Liggen. 12 stuks. Resterende tijd in de minuut is je rusttijd. Dan krijg je 15 sandbag squats. Bovenbenen eromheen. En je maakt 15 squats. Hou hem dichtbij. Je wilt met een zandzak niet rechtop squatten. Maar je mag er neer achteraan. Knieën goed naar buiten. Op die manier. Na die 15 heb je de eerste ronde zeg maar gehad. 3 rondes. Daar doe je er 5 van. Kom je dus op een kwartier werken. Na de warming up. Na de prep. Gaan we even stretchen. Als volgt. In je squat positie. Voeten schouder breedte. Tenen iets naar buiten. Kom je onderin. Hou vast hier. Dan gaat mijn linker elleboog. Mijn linker knie. Met mijn rechterhand duw ik mijn rechterknie naar buiten. Probeer rechtop te blijven. Hou je 10 seconden vast. Ga je wisselen. Ook weer 10 seconden. Dan in deze positie. Beide ellebogen. Knieën naar buiten duwen. 10 seconden. Dan gaat mijn linkerhand naar mijn rechter enkel. Mijn rechterarm omhoog. Kijk ik naar. Hou ik 10 seconden vast. En ik wissel. Ook weer 10 seconden. Ja, ontspan je even een klein half minuutje. En dan haal je die, dat stretchje nog een keer. En dan moet je klaar zijn voor de workout. Ja, 15 minuten. Je hebt een paar vierkante meter nodig. Zandzak, zak met grind en een klokje. Zorg dat je na de workout ook weer even stretcht. Even je schouders nabehandelt. Je heupen nabehandelt. En volgens mij hebben jullie een hele leuke workout. Succes!